Through the day.
je, meneer Blauw? Ik ben één met de ergste vuilbret afgehaald. Mijn vergoed ook, maar nou ontdek ik dat er een spaak los is. Oh jee. Of geknapt is. Heb je te hard gefietst? Ja, dat zeker niet te hard. Op de een of andere manier wat problemen met de camper. Gisteren kwamen we erachter dat de koelkast het niet deed. En ook hij liet steeds het water lopen. Dus Harold heeft geprobeerd om de vorstbeveiliging weer dicht te doen. Maar dat wou ook niet. Dus toen kwamen we er eigenlijk achter dat onze accu's gewoon helemaal leeg waren. Toen hebben we nog geprobeerd om de camper te starten. Nou, hoe was het? Meer dus ook niet. Het was wel een beetje paniek. Nou, wel raar, want beide accu's zijn dus leeg. De autostart-accu, of de auto-accu en de huishoud-accu. Dus we konden ook niet meer de pomp van het toilet gebruiken. En, nou ja, goed, daar hebben we ons al wel mee gered. We hadden wel eerst iets van, heel de ruus. Nou, zoals ik gistermiddag aan het vertellen was, maar toen kwamen Johan en Esther al bij ons op visite. Dus toen moest ik even afbreken. Nou, met een lege accu. De auto-accu is ook echt helemaal leeg. Dus we hebben net pechhulp gebeld. Hazenberg, autobedrijf Hazenberg, komt zo meteen deze kant op. Half uur, drie kwartier. Nou, in de hoop dat hij onze grote accu van de auto in ieder geval aankrijgt. Maar er zijn ook problemen met de huishoudaccu. En waarom, weten we niet. Koelkast doet ook ingewikkeld, want die wou ook niet meer aan. Nou ja, we hebben het hier wel lekker gehad. Gisteravond keurig via Bioradar van 8 tot 11 regen. En daarna was het keurig weer droog. Dus we konden na 11 uur mooi de hondjes uitlaten. Ik heb heel lekker geslapen, toch nog wel weer vannacht. En we zijn startklaar. En anders doen we de stekker er nog even weer in. Kunnen we nog even een kopje koffie drinken. En dan wachten we even op meneer Hazenberg. In de hoop dat hij ons zo kan starten. En ik weet niet wat hij dan gaat doen. Of hij ook de huishoudaccu doormeet. En wat voor advies hij krijgt geeft. Of we wel direct naar de garage moeten of niet. Als die hem kan starten, want als die hem niet kan starten, dan wordt er vervangend vervoer geregeld. Dus het is nog wel een toestandje. Nou, een leuk eerste weekendje weg met de camper van 2024. Harold is nu nog even het awasje aan het doen. Ik ruim nog even verder op hier. Dat mochten we gestart worden en we kunnen weg, dan kunnen we ook direct weg. Ramen dicht en alle losse dingen opgeruimd. Nou, het is weer een avontuurtje. Oké, wordt vervolgd. De camping is bijna al verlaten. Moet men iets grover geschud, alleen de batterij die trok het niet. Dus hij heeft hem nu aan zijn eigen auto gekabeld. Nou, de knauser rijdt. Hij rijdt gelukkig weer. Ah, daar was ik eigenlijk ook niet zo bang voor. Nee, maar het was wel spannend, want hij heeft ons gestart wel met de grote auto, want hij was echt schoon en schoon leeg. Ja. En toen reed hij weer weg en toen begonnen de lampjes te knipperen van de motor en stop. Ja, toen hebben we direct maar weer gebeld en toen is hij teruggekomen. En toen heeft hij even gereset en even weer gestopt en weer gestart.
En nou rijden we terreinen. Ja. Door het dorp. We gaan maar even een ommetje maken dat we een uurtje kunnen rijden, zodat hij mooi op kan laden. Nou, wordt vervolgd. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.